Goedemorgen en welkom bij een nieuwe video. Sorry voor mijn stem, maar ik ben een klein beetje verkouden door airco, denk ik. Maar vandaag ga ik een IKEA shoplog opnemen. Ik had niet verwacht dat ik deze IKEA shoplog nog in deze kamer ging kunnen opnemen. Want normaal gezien ging ik pas 1 juni naar de IKEA gaan. En ja, dan ging ik direct in mijn nieuwe appartementje filmen. Maar ik ben onverwachts gisteren nog naar de IKEA geweest. Voor jullie is dat 14 mei. En ik heb nog geen grote dingen gekocht als meubels en zo, maar toch al een heel hoop kleine huisraad dingetjes. En die wil ik vandaag met jullie delen. Ik kocht als eerste 3 sets van deze kapstokken. Dit zijn gewoon witte kapstokken, maar ik wil heel graag in mijn kast gewoon allemaal dezelfde kapstokken. Daarom kocht ik deze set. Hier zitten 8 kapstokken in. En ik, zoals ik al zei, heb ik er 3 van. Dus hopelijk heb ik niet te veel kleren. Anders moet ik nog een set kapstokken gaan halen. In de Action, dus de eerste ding trouwens van de Action die ik heb gekocht, heb ik deze world map gekocht. Dit is een world map in zo van dat, hoe noem je dat, kurkachtige materie. En je moet hem eigenlijk zelf bevestigen aan de muur. Hij is niet super groot, maar ik vind hem wel heel erg tof. Vervolgens gaan we door met de IKEA. Ik kocht 3 van deze soeptassen. Deze heb ik al eens gekocht voor mijn werk. En ik vind die super handig dat ik die nu ook gewoon zelf thuis wou. Het zijn gewoon 3 standaard witte tassen. Ik dacht, met 3 tassen heb ik wel genoeg. Zelfs als ik er eentje vergeet af te wassen eens. Dat dat niet valt. Oké. Ik heb een bloempot gekocht. Dit is voor een plantje met een diameter van 15 centimeter. Ik vond dat wel leuk, want ik wil echt wel, ik wil zo een wit thema gemixt met zulke houterige dingen of natuurlijkere materialen. En oker, heel. En blauw, gewoon mijn sofa is blauw. En zo grijs, zo'n beetje die trend. Wit, grijs, oker, blauw, houterig. Ik kocht 2 vergieten. Gewoon saai, maar je hebt ze wel nodig. Ik kocht 2 van deze bakjes. Dit zijn zo van die kistjes die je zelf nog in elkaar moet steken met vijsjes. En hier ga ik in 1 kistje plates in doen. En in het andere kistje ga ik waarschijnlijk kattenspeelgoed in stoppen. Het leuke eraan is dat je ze eigenlijk gewoon op elkaar kan leggen. Zo van die dingen in stoppen. Nu ga ik eventjes moeten rechtstaan, want de rest van mijn dingen kan ik niet aan. Ik wil me trouwens even excuseren mocht mijn achtergrond een beetje rommelig zijn. Maar momenteel staat mijn kamer echt vol bananendozen om rief in te stoppen. En rief om in de bananendozen te stoppen. Maar we gaan verder. Ik kocht een handdoekenset. Gewoon omdat ik een super mooi stofje vind. Want ik heb al handdoeken gekocht. Hier zitten 2 handdoeken in en dit is uit de zomercollectie van IKEA. Dat is de zomercollectie. Ik kocht zo'n bamboe mandje voor mijn servietten en ik kocht 2 pakken servietten. Want die grote mensen dingen heb ik nodig. Ik kocht dit bakje. Dit is een bakje met 2 van die kleine
houten bakjes in. En ik weet nog niet wat ik erin ga stoppen, maar ik denk dat het wel handig zal zijn. Dit is wel effectief de dekje dat je hebt, want ik twee kleine bakjes komen erover. Ik kocht een kastkussentje. Deze cover is afneembaar en dus ook afwasbaar. Allee, ja, wasbaar. Wasbaar, niet afwasbaar. Ik kocht dit zomaar tafelkleed. Niet omdat ik een tafelkleed nodig heb, want mijn tafel heeft niet echt de goede maten om er effectief een tafelkleed over te leggen. Maar ik vind dat een super leuke stof. En ik heb al gevraagd aan mijn mama of dat ze hier kussenslopen van wil maken voor rond mijn kussentjes. Nu ik het over kussentjes heb, bedenk ik me nog dat ze beneden liggen. Maar dat is geen probleem, want het zijn eigenlijk gewoon vier kussens. Vier witte kussens. En ik wil twee kussens met zo'n sloop voor mijn blauwe bank. En twee met grijsachtige sloop. Ik kocht, ik kocht niet, ik nam dit mee. Dit is een boekje in verband met de, dit is een koophulp van de bedden en de boxsprings. En ik ga namelijk een bed kopen in IKEA. De volgende keer, want dat kan niet in mijn klein autootje. En ik had dit eigenlijk gewoon nodig. Ik ga het Brimes bedframe kopen. En in de maat 106 maal 200. En ja, ik heb dat nodig eigenlijk daarvoor. Tada! Het leuke aan Brimes bed is dat hij opgeruimd heeft van onder met lades. En hij heeft ook zo'n verhoogje, wat ik heel erg tof vind om dingetjes op te zetten. Maar hij heeft ook zo in dat verhoogje kastjes aan de zijkant, waardoor hij daar spulletjes in kan steken dat je s'avonds nodig hebt, zoals zakdoeken en zalfjes, die je nachtcreme of zo van die dingen. Een zeef kocht ik, want ja, sommige mensen hebben nu eenmaal zeven nodig. Iedereen, denk ik. Goeie uitleg volgen. Dit is dan nog een grappig verhaal. Ik wou zo'n soepbeker. En ik had die mee uit de winkel. En in de koopjeshoek vond ik een tweede soepbeker. Deze. In korting. En ik kwam aan de kassa en ik dacht, ik ga mij gewoon een andere soepbeker afgeven. En blijkt dat ik gewoon het showmodel had meegesjoept uit de winkel. Dus goed dat ik een heb gevonden in de koopjeshoek. Anders mocht ik waarschijnlijk helemaal terug achter een soepbeker. Woehoe! Dit is voor bij de afwas. En hier kan je zo een zeep pompje insteken, dat je je handen kan wassen na het afwas. Je kan hier sponsjes in leggen. Je kan hier afwasborsteltjes in leggen, dus dat is super handig. Ik had echt zo een organizer nodig, want bij ons ligt dat thuis hier gewoon allemaal gewoon op een hoop. En je vindt nooit de sponsjes en nooit alles wat je nodig hebt. En nu zit dat hier in een gewoon verdelertje. Ik ga gewoon moeten onthouden dat ik dat af en toe een keer moet uitkuisen. Want volgens mij wordt dat wel heel erg veel vlug vuil. En het handige is ook dat er allemaal zo in die gaten is. En ik heb dit ding gekocht. Dit zeepmompje. Omdat ik er gewoon leuk in vond staan. Ik kan het hier inzetten. Maar ik kan het denk ik ook hier tussen zetten. Ja. En dat is wel tof. Ik kocht een schaar. Dit is een schaar die ik kan gebruiken voor kruiden en zo van die dingen. We hebben die schaar thuis al en ik vond die echt heel erg goed. Dus ik pak die gewoon. Ik heb die gewoon opnieuw gekocht om mee te nemen. Ik kocht nog een bloempot dingetje. Dit is voor een bloem van de afmeting. Voor een plant van de afmeting van 12 centimeter.
Ik kocht dit zakdoekenbakje, want ik heb op internet gezien, op Pinterest, dat je eigenlijk ook gewoon een zakdoekenbakje kan maken met gewone normale zakdoeken. Dus niet met zo van die papieren zakdoeken. En ik vind dat wel systeemhandig, omdat je dan, als je een zakdoek nodig hebt, hem gewoon eruit kan pakken. Zeker zo 's avonds in bed. Maar ik vind het systeem met Pinterest leuk, omdat je dan gewoon met stoffen zakdoeken dit kan doen. En dan is het toch iets milieuvriendelijker, denk ik dan. Ik kocht dit bakje. Dit is voor mijn tanden, borstels. Ik kocht een set van die kadertjes. Dit zijn zo van die twee kleine kadertjes. Ik kocht drie grotere witte kadertjes. Een heel erg groot, ook wit kader. Ik heb de uitleg mee van iets en ik weet niet wat dat is. Ik wil het nog voorstellen. Volgens mij is het een lampenkap, maar ik heb totaal geen lampenkap gekocht. En nu ga ik nog eventjes de laatste spulletjes gaan halen. En dan kom ik zo bij jullie terug. Voilà, ik ben terug. Ik heb ook een bamboe-achtig houten wc-rol ding gekocht. Maar ik ga het niet uit de verpakking halen, omdat het al makkelijker is om zo te verhuizen. Maar ik ga misschien hier een foto plaatsen, dat je het kan zien. Tada! Ik heb het Nurvig kattenhuisje gekocht. Dit is een huisje die je met Reds moet doen. Ze hebben eigenlijk een mooier kattenhuisje voor in de Alex-kast, maar ook een super duur kattenhuisje voor in de Alex-kast. En ik denk dat mijn kat hier ook blij mee gaat zijn. En dit kan je dus gewoon zo in de Alex-kast stoppen. En dan het kussentje erin voor de kat. En tenslotte heb ik dit kader gekocht. Ik vind het kader echt super, super, super duper leuk. En dit staat al op mijn verlanglijstje vanaf dat ik het had gezien in de IKEA. Dus ik dacht, niet meer twijfelen voor en gewoon kopen. Maar ik ben super bang dat er iets mee gaat gebeuren. Dat er iemand iets een doek gaat doen met de schaar of zo. Help! Maar dit was het dan voor mijn IKEA home shoplog. De eerste, want zoals ik al gezegd heb, komt er nog een aan. Met dingen zoals Kalax-kasten, bedden en matrassen. Zo van die dingen die veel te groot zijn om in mijn Fiatje te krijgen. Ik ga dan namelijk met mijn zus en haar vriend naar de IKEA. En hun aanhangwagen. Dus dat wordt super leuk. Ik weet nog niet hoe ik die shoplog ga filmen. Maar als jullie het leuk lijkt om die te zien, zet het dan zeker even hier in het bolletje. Dus bedankt voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren. Laat me zeker weten wat ik zeker nog nodig heb als ik alleen ga wonen en nog niet heb gekocht. In de comments. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Doedels! En nu is het inpakken geblazen.